Eentje waar ik oprecht heel trots op ben. Het konijntje. Ik vind het een superlief konijntje. Normaal als mensen mij een konijntje vragen, en dat gebeurt wel vaak, maak ik ofwel het hele grote konijn, dat ook hier in de uitbreidingscursus zit, ofwel een van de kleine konijntjes uit de basiscursus. Als ik echt veel tijd heb, en het is voor iemand lief, of iemand die er echt zorg voor gaat dragen, dan wil ik dit konijntje wel eens maken. Ik heb wel wat tijd in. Ik heb heel wat ballonnen in. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik ga proberen om het mooi recht te zetten. En zo blijven staan. Kom maar, konijn. Ja. Voilà. Ah, maar je kunt hem niet zien. Wacht, ik kom een beetje dichter. Voilà. Al die moeite voor niks gedaan, zeg. Voor dat konijn hebben we 3 donker gekleurde ballonnen nodig. Of maakt niet uit welke kleur. Dit zijn... En ik zit met een lek. Ik moet opnieuw beginnen. We gaan een konijntje maken in deze les. Dat is een konijntje dat ik maak als iemand het echt verdient. Normaal gezien, als ze mij een konijntje vragen, en dat doen ze vaak, dan maak ik ofwel het hele grote konijn, dat hier ook ergens in de uitbreidingscursus, in de gevorderde cursus zit, ofwel maak ik een van de kleine konijntjes die we geleerd hebben in de basiscursus. Daar hebben we verschillende kleine konijntjes geleerd. En dan maak ik die. Dit konijn is voor speciale gelegenheden. Als iemand het echt verdient, als iemand er om vraagt, als het is voor decoratie, kijk eens naar dat mooi staartje. Er kruipt wel meer tijd in dan voor een gewoon konijntje. Als je veel tijd hebt en is dat op straat lijnwerk te doen en er is weinig volk, kun je dat natuurlijk ook eens maken, al is maar om te oefenen. Voor dat figuurtje hebben we 1 260 wit nodig, 3 260 gekleurde ballonnen. In dit geval heb ik karamel bruine ballonnen genomen, maar dat kan gelijk welke kleur zijn. Dat konijntje is gemaakt in blush, je kunt het in het roze maken of in het blauw, als het is voor een geboorte of zo, voor op een doopfeestje of voor een versiering. En je hebt ook nog een stukje scrap nodig. Ik had nog een stukje rode 160 liggen, een stukje scrap 160. Dat is voor het neusje. Dat is maar 1 klein ballonnetje. Klaar? We gaan eraan beginnen. We beginnen met onze witte ballon. En die blazen we meer dan de helft op. Ik ga ongeveer 5 vingers overhouden aan het staartje. Voilà. 4, 5 vingers. En knoopje erin. En dan gaan we die ballon heel zacht maken. In een andere les heb ik dat ook al getoond. Om de ballon zacht te maken kun je ofwel, als je droge handen hebt, de ballon vastpakken, knijpen en de ballon daardoor trekken. Mijn handen zijn nu niet droog, dus je pakt een stukje t-shirt. Knijpt en je trekt die ballon daardoor. En je moet echt goed knijpen, hè. Niet bang zijn. Voilà. Op die manier wordt die ballon langer en zachter. We beginnen met de twist waar straks alles rond draait, letterlijk. En dat is een pinch twist. Dus 1 pinch twist dat helemaal aan het begin. Voilà, draai die maar goed vast. Nu gaan we beginnen met de kop van het konijn. Dat konijn, ik maak het altijd net iets anders. Ik heb niet een vaste methode om het te maken, maar ik weet, dat is het resultaat dat ik wil. En dan haal ik in mijn hoofd wel, doe ik wel de dingen die nodig zijn om dat resultaat te halen. Ik hoop daarom dat je de uitleg gaat kunnen volgen. Want ik zeg, het is altijd net een beetje anders. Als het niet zou lukken, als de uitleg niet goed genoeg zou zijn, dan maak ik hem wel opnieuw of stel je vragen op het forum. Daar is het voor, hè. We gaan beginnen met het snoetje. Want konijn, dat zijn 2 bubbels van 3 vingers. 2 bubbels van 3 vingers die we gaan lock twisten. En dat doen we daar aan die pinch twist. Oké. Dan maken we de oogjes. Dat worden 2 bubbels van 4 vingers. Dat mogen ook 2 bubbels zijn van 3 vingers. Dat maakt echt niet uit. Ik maak nu 2 bubbels van 4 vingers. Om een klein beetje onderscheid te kunnen maken. Die gaan we opnieuw lock twisten. Ik draai de rest van de ballon rond
de pinchjes die we gemaakt hebben. Oké. Dus het rood stukje zijn de oogjes, dat wordt het snoetje. Nu maken we een pinch twist een beetje groter dan die eerste pinch twist. Dat worden de konijnentandjes hier onderaan. Dat is nog een extra pinch twist. Die hoef je niet te maken in principe. Je kunt dat figuurtje ook maken zonder dat. Maar ja, we zijn nu toch bezig met de les. Dus in dit geval ga ik het wel maken. Maak een bubbel van ongeveer 2 vingers, denk ik. En die ga ik pinchen. Niet gemakkelijk. Met al die spanning die er al op de ballon zit. En dan zorg je dat de rest van de ballon tussen de 2 pinchjes komt te zitten. Zo, dus we zijn begonnen met pinch twist, snoetje, oogjes en pinch twist als de onderlip eigenlijk, of de tandjes van het konijn. Als je echt fancy wilt gaan en je durft het aan, kun je daar 2 pinch twists van maken. Dat zijn eerst 2 tandjes, maar dat doe ik niet. Dan gaan we de wangetjes maken van het konijn. Dus daarvoor gaan we de ballon naar de zijkant halen. Dat we dit hebben. Zacht maken. En ik maak een loopje van 3 vingers. Aan de ene kant. Even dit. Dan haal ik de ballon aan de andere kant. Zo. En aan die kant maak ik ook een loopje van 3 vingers. Dit. Dan draai ik deze ballon. Wacht, hoe zit het hier? Zo is het snoetje. Ja, dat zijn de ogen, dat is het snoetje. Draai ik deze ballon nog eens rond de nek pinch twist. Niet rond de tandjes pinch twist. Eigenlijk rond de eerste pinch twist waarvan ik zei, want daar gaat alles om draaien. Voilà. En dan krijgen we het begin van ons konijnensnoetje. Ik ga nog eens zeggen, pinch twist hebben we gemaakt. 2 bubbels voor het snoetje, 2 bubbels voor de ogen. Dan hebben we die pinch twist gemaakt. Dan hebben we de wangetjes gemaakt en dan hebben we nu nog de rest van de ballon. En alles draait rond die allereerste pinch twist. Daar zit eigenlijk alles rond. Rond die pinch twist gaan we nu nog een ballonnetje draaien. Pak een van de gekleurde ballonnen. Je blaast die meer dan half weg op. Ik ga 4 vingers overhouden. Voilà. 4 vingers overhouden. En die ga ik opnieuw zacht maken. Kom nog naar daar. Zacht maken. En daardoor is natuurlijk de rest van mijn konijn gevallen. De knoop. Die twisten we rond die pinch twist. Ja, weer al, maar ik kan rond het geheel draaien. Hè. Zo. Rond alles. Als je weet hoeveel spanning er nu al op dit pinch twist zit, dan weet je dat je niet bang moet zijn dat dat nog gaat loskomen. En de nozzle, die snij ik af. Ja, het is toch gemakkelijker met de cutter aan mijn broek. Ja. Voilà. De bruine ballon die laten we nu omhoog komen boven die achterste pinch twist. Dus eigenlijk tussen het wangetje en de pinch twist. En dan maken we een bubbel, ongeveer zo groot als de ogen. Groter. Zo. Maak er 2 kleine bubbels. 2 anderhalve vinger bubbels. En opnieuw een bubbel zo groot als de ogen. Dan hebben we deze ketting gemaakt. Dus zo groot als de ogen, 2 kleine bubbels en opnieuw zo groot als de ogen. En deze bubbels, dus dit, gaan we lock twisten rond de andere wang. Dus we zijn begonnen aan deze wang. We gaan nu rond. Dit draai ik nu rond de andere wang. Ziezo. Je draait het er helemaal rond. Dat je aan de voorkant van het konijnensnoetje terug uitkomt. Ja, bij deze ga ik bewust heel langzaam, omdat ik weet dat het dan moeilijk is om te volgen.
Nu neem je de bruine ballon, je maakt hem dun, rekt hem uit. Ja, ik kan het zo laten zien. Je rekt hem uit en je legt die tussen de twee ogen. Dus er zit een stukje ballon tussen nu, zonder lucht. Dat is helemaal goed. Tussen de twee ogen. Ja. En dan van boven maken we een pinch twist. En de rest van de ballon laten we naar achter uitsteken. Nu nemen we die ketting die we daar straks gemaakt hebben. We drukken die tegen de, net zo laten zien, drukken die tegen de ogen. En je trekt de gekleurde ballon erover. Zodat dat goed spant. Dan, dan maak je hier nog eens een bubbel in. En die kun je twisten ofwel achter die pinch twist ofwel rond de rest. Ik ga dat nu rond de rest doen, want ik heb niet veel. Ik kan dan moeilijk aan de pinch twist. Voilà. We hebben dit. Ik hoop dat je het konijnensnoetje al een beetje ziet komen. Dus ik ga nog eens het stukje bruin herhalen. We hebben hem eerst vastgezet aan die pinch twist. Dan zijn we naar boven gegaan. De grootte van een oogje. Twee kleine bubbels. De grootte van een oogje rond de andere wang gedraaid. Je hebt hem tussen de ogen omhoog getrokken. Een pinch twist gemaakt. En de rest van de ballon hebben we over die ketting getrokken die we gemaakt hebben. Nu gaan we de rug maken. En dan maak je ook weer zo groot of zo klein als je wil. Ik maak een bubbel van 9 vingers. En dezelfde bubbel van de witte. Dat wordt de rug, dat wordt de buik. En dan maak je van de bruine opnieuw een bubbel die even groot is. En dat twist je van boven samen. Als je nu nog genoeg ballon over hebt, kun je nog eens omlaag gaan met die bruine. Dus ik ga dat nu wel eens doen. Normaal doe ik het niet. Het is niet nodig, maar dan geeft het konijntje een iets vollere rug. Oké. Dus we hebben 9 vingers buik en 9 vingers bruin op neer, neer op neer. Het stukje wit dat we erover hebben, gaan we pinch twisten. Dus we gaan een bubbel maken die we pinch twisten, dat wordt het staartje van ons konijntje. Het konijntje krijgt een wit staartje en de rest van de bonen mag weg. Dus we gaan eerst lucht eruit laten. Een knoopje in maken in alle twee, dus knoopje bruin, knoopje wit. En dan hebben we dat. Voordeel als je maar twee bubbels maakt op de rug, bedenk ik net, is dat je het staartje zo'n beetje tussen de bubbels kunt steken. Hè. Als je dat doet bij deze, ja, dan lukt het niet, want je hebt 3 bubbels. Dan kan ons konijn natuurlijk naar voren kijken. Oké, nu maken we oortjes. En we maken uit één ballon de oortjes en de voorpootjes. Dus we gaan hem eerst pakweg half opblazen. Dat is zelfs al te veel. Je moet dat een beetje zien hoe lang je oortjes wilt. Hè. Ik maak graag de oortjes en de pootjes uit één ballon. Dus ik maak mijn oortjes niet te lang. De rest ga ik er afsnijden. En knoopje maken. Zo. Aan twee kanten uiteraard weer. Wat boven de knoop zit er afsnijden. Die oortjes doe in twee. En dan kunnen we het nog een beetje vorm geven. Oké. Die gaan we nu vastmaken aan de pinch twist hier bovenaan. Ik draai die dan maar eens rond. En ik zorg altijd dat er één oortje aan de ene kant zit. En het andere oortje aan de andere kant van de pinch twist. Voilà, en dan hebben we ons konijnenkopje. Je kunt een van de oortjes ook zo
zo draaien als je wilt. Hè. Of alle twee en dan kom je meer in de vorm van een hondje of zo. Maar je kunt dat die basis daarvan ook gebruiken voor een hondje. Maar goed, we waren bezig met het konijntje. We zetten de oren rechtop. En nu gaan we de pootjes maken. Dus ik heb hier de rest van die ballon van daarnet. Nu ga ik wel even de pomp gebruiken, want als er geen teutje op zit, is dat enorm moeilijk om die op te blazen. Hopla. Retake, we gaan het nog eens doen. Dus, erop. Je pompt die een klein stukje op. Dat is ook weer te veel, vermoed ik. Nee, de knoop mag ik nog even aanblijven. Ik maak twee pinch twists. Aan één kant. Als er nu nog een stuk over is, dan doe ik dat er wel af. Dan kijk ik hoe lang ik mijn armpjes wil. En dan maak ik twee pinch twists aan de andere kant. Op die manier. En ik merk dat ik vergeet te lachen terwijl ik dat ballon aan het plooien ben. Terwijl ik me zo hard aan het concentreren ben. De rest doen we eraf. Knoopje erin. Voilà. En kut. Zo, onze armpjes. Die armpjes die steken. Ofwel kunnen die nu echt rond de nek gaan draaien. Dat mag. Ofwel steek je die achter de buik. Achter het wit stukje van de buik. Op die manier. En trek je die zo ver mogelijk naar boven. Een beetje te hoog bij mij, een klein beetje te laag. Voilà, zoiets. Dat zijn de voorpootjes. Je kunt dat konijntje ook iets laten vasthouden als je wilt door de voorpootjes langer te maken en die samen te twisten. En dan kun je daar een bloemetje in steken ofzo. Dan nog de achterpoten en ik ben zo trots op die achterpoten. Ik vind dat super leuke achterpootjes. Laat ze wel op dat ze nog drie vingers over hebben. Vier vingers is ook goed. En we maken de eerste achterpoot. Ik ga dat knopje er al af doen. Ik denk dat chopje er al af doen. Vier vingers. Dus 4,5 vinger. Een pinch twist erachter. We maken een loopje van vier vingers. Een bubbel van twee vingers. Gevolgd door een pinch twist. Dat nog eens laten zien. Dus we zijn begonnen met een bubbel van vier vingers, pinch twist, loop van vier vingers, een bubbel van twee vingers, pinch twist. En nu gaan we die bubbel en die pinch twist in de loop steken. Voilà. Ik denk dat je het kleine pootje al wel herkent. Hè? Ik vind het geweldige pootjes. De rest van de ballon steek je door de buik van ons konijn. Moet niet bang zijn dat konijn heeft het graag. Zo. Zet het een beetje omlaag. Nu gaan we aan de andere kant hetzelfde doen. Dus ik meet hier af zoveel en daar zoveel. Dus ik maak hier een nieuwe pinch twist maken, zodat het duidelijk is. Zo, pinch. Een bubbel van twee vingers. Dan opnieuw een pinch twist. Nu maken we onze loop van vier vingers. Iets groter. Die loop, die doen we nu rond die bubbel en die pinch twist. Dus die loop doen we rond die bubbel en die pinch twist. Of anders gezegd, we steken die bubbel en die pinch twist door die loop. Maakt nu niet uit. Voilà. En dan de rest van het pootje maken we dezelfde lengte als deze. Dus naar daar. Dan hebben we twee pootjes die even lang zijn. De rest van de ballon weg. Dus ik maak hier aan het uiteinde. Ik maak hier aan het uiteinde een klein bubbeltje. Dat bubbeltje doet het stuk.
Dan blijft de rest van de ballon intact en kan ik daar een knoop mee maken. Uiteindelijk doe ik dat uiteraard weer af. En is ons konijntje zo goed als klaar. En ik denk dat je het wel herkent zo, hè? Konijntje, staartje, pootjes, hoofdje. We gaan ook nog een neusje maken. En mijn konijn krijgt een rood... Ah, ik heb hier nog een bruine scrap. Nee, dat ga ik niet gebruiken. Ik ga mijn konijntje een rood neusje geven. Ik pak dat stukje van 60. Zet er een heel klein beetje lucht in. Eén puff is al te veel. Een klein beetje eruit laten. Zoiets. Zoals je het kunt zien. Doen we van misschien twee vingers. En maakt een knoop. En zorgt dat je genoeg uiteinden hebt aan de twee kanten. Dan hebben we dit. En die gaan we ook weer eens... Ik ga dan in een andere richting doen. Die gaan we ook aan elkaar knopen. Trek dat maar goed aan. Zo. Dubbele knoop. Dat wordt het neusje van ons konijn. Het neusje maken we vast als volgt. Dus we hebben het snoetje van ons konijn hier. Houd het neusje ervoor. Hij trekt die lintjes die we hebben onder het snoetje. Zo, dan komt het hoger, dan weer onder het snoetje. Dat is rond het wangetje. Dus ik ben nu met de hoofdschotje naar beneden gegaan. Rond het wangetje, dan zit ik hier bovenaan nu. Dan trek ik aan, ik draai dat nog eens rond het neusje. Trek dat nog eens aan, dan ga ik nog eens naar achter en nog eens rond het wangetje of zo ergens. De rest van de ballon mag weer stuk. Die mag eraf bedoel ik. Zo, en dan kun je het snuitje nu hier omhoog tussen steken. Dus ik heb het neusje nu omhoog kunnen doen, omdat dat stukje ballon dat neusje een beetje naar achter trekt. Hè. Afwerken met de Sharpie. Volgjes, hè. Dus dat konijntje is zo mooi. De oogjes het eigenlijk alleen maar kunnen verpesten als je niet goed kunt tekenen zoals ik. Ik maak nu grote, ronde oogjes, maar ik zit de hele tijd met mijn vinger te wrijven. Jammer. Pardon. En ik teken hier aan de onderkant van het mondje ook nog altijd een streepje. Dat komt voor de konijnentandjes. En afwerken altijd met spikkeltjes. En klaar is het konijntje. Maar zo lief, ik had nooit gedacht dat ik zoiets ooit zou kunnen maken. Oh, wel, dat geloof ik. Gefeliciteerd als je dit gemaakt hebt en post daarvan foto's op het forum. En als ik dan mag van u, dan zet ik die foto's ook bij de... bij de foto's van de resultaten van de cursisten, dat de mensen kunnen komen watertanden en kunnen zien wat ze eigenlijk allemaal kunnen leren. Voilà, dat is het konijn. Draag er zorg voor, ik geef het heel veel worteltjes. Ah, nog één ding. Nu dat ik dat zeg van die worteltjes, pak nog eens een oranje 160 erbij. En die oppompen, dit is denk ik nog een oude, ja, dat is nog een oude Qualitex, maar dat maakt niet uit. Je maakt er een knoopje in aan de twee kanten. Poot hem een klein stukje op, maakt er een knoopje in aan de twee kanten. Dan pak je nog een beetje groene scraps. Maar ik heb geen groene scraps, dus ik pak gewoon... Eens kijken. Ik had nu, want ik heb niet alle ballonnen bij mij, ik ga het doen met een blauwe 160. Dat ga ik ook nog snel bijpompen. Zo. Dan maak je een paar loepjes in. In principe is dat een groene. Hè? Maak je een paar loepjes in één kant van de wortel. Ops. Ja, nu wil ik snel zijn. Hè? Eén kant van de wortel doe je rond die loepjes. En de restjes doe je eraf. Het is nu heel mooi afgewerkt. Maar je heeft dat aan je konijn.
Voilà. Ik teken daar nog een paar streepjes op. Je hebt het gelukkigste konijn van de hele wereld, want dat kan gaan eten. Voilà, dat was de afwerking van het konijntje. Het kon er nog heel snel bij. De reden waarom ik nog zo snel wou zijn, is omdat mijn bandje letterlijk weer helemaal vol staat van al de opnames die ik gedaan heb. Ik hoop dat ik u zie in de volgende les. Ik ga nu beginnen te monteren en dan binnenkort terug opnemen. Hè. Ciaokes, veel plezier ermee en laat me alstublieft weten wat je van de lessen vond. En als je die lessen interessant vindt of leuk vond, geef ook sterretjes in de webshop. Ik kan het absoluut gebruiken. Dit is waar ik op dit moment van probeer te leven. Dus help mij alstublieft. Oké? Als je het plezant vond, maak reclame. Bedankt!